bijna helemaal klaar. Ik moet alleen nog jas aan doen. En ik kom nu achter, de trein rijdt dus niet. Dus ik moet een kwartier later. Maar dat betekent dus ook dat ik later een bus kan nemen. Dat vind ik altijd wel super chill. Als mijn trein bijvoorbeeld niet rijdt, dat ik er dan eentje later neem. En jullie horen op de achtergrond, horen jullie de hondjes. Die zitten nu in hun bench en die gaan er zo uit. Die gaan zo ook uit. Ik vind het zo zielig, want ze zitten in de bench. Maar ik weet dus niet of ik de bench open mag doen. En omdat iedereen boven, of ik weet niet waar mijn moeder is. Die is waarschijnlijk weer gewoon, ik weet het niet. Nee, die was volgens mij vrij, ik weet niet. Maar heb je dat ook als je zeg maar iets net nieuw hebt gekocht qua kledingstuk? Bijvoorbeeld deze sweater. Dat je hem dan heel vaak gaat dragen achter elkaar, dus ook bijna elke dag, omdat hij zo lekker zit. Ja, dat heb ik nu. Ik hou echt van deze kleur. Ik heb er gisteren best wel veel complimentjes over gekregen op school, dat hij me echt leuk stond. Dus ja, dus ik ga nu even kijken hoe het met de hondjes gaat en dan spreek ik jullie zo weer als ik onderweg ben. Wasknijpers, plakband en sneaker. Okay. Oh, en mijn batterij is nog maar 2%. Dat is niet 2% van. Voor mij wel. En ja, dus we gaan dus nu naar de Action. Dus ik zie jullie zo weer. Doei. Oké, het lokaal is af. We hebben de expositie gehad. Dit is van Ciao. Dit is van mij, de Arbessaar. Dit is van Charlie. Dit is van Nikki. Dit is van Kaya. Emily. Van wie is dit? Manon. Merel, Saar, dit zijn de tekeningen die we hebben gemaakt, super mooi. En dit hebben we ook allemaal gemaakt. Leuke muurtjes, lampjes van de Action, gekocht. Hier is Lisa, hi. Lisanne, wacht even, Nina. En Nina, Saar heeft mij dus nagemaakt. Kijk, hoe mooi. Dus dit is onze expositie. We zijn dus nu bezig met de expositie. Yay! Yeah. Yeah, hoe lang moeten we nog, Saar? Oh, daar zijn we nog een half uur. En het is echt een hele mooie expositie. Kijk, dit is mijn plek. En Saar, die heeft, voor de mensen die het nog niet weten, Saar heeft... Leg uit wat er is gebeurd. Ze was weer zo stom om over een hek heen te springen te blijven haken. Nee, ik viel gewoon van het hek af. Ze viel zo, la, toch. Ja, en toen was het knak. Auw, pauw. Je bent doorgelegd. Kijk jongens, deze lampjes, die zijn toch leuk? Die zijn toch super leuk? Die komen nu, die komen vanavond in mijn kamer. Ik heb jullie vloggen in de spiegel. Yeah! Dus we gaan nu gewoon even een half uurtje knallen. En dan spreken we zo weer. Dan zien ben ik weer thuis. Ik had deze hele leuke lampjes, zeg maar, voor bij mijn bed had ik gekocht. Hier zo, voor hier en hier. Maar ik moet even kijken, want ik heb geen plakband. En ik moet het wel even goed kunnen bevestigen. Ook heb ik vandaag het boek van Marsha geleend. Dus het nieuwe boek van Marsha. Dus happy Love Life, die ga ik zo even lekker lezen. En ook nog super goed nieuws. Ik had namelijk meegedaan aan de MTV Music Music Week. Nee, ik had namelijk meegedaan aan de MTV Music Week. Nee. Ik heb ook nog super goed nieuws. Ik had meegedaan aan de MTV Music Week. Tickets winnen voor allemaal artiesten. En ik heb dus nu gewonnen voor Ronnie Flex. Maar daar kan ik helaas niet bij zijn. Omdat het best wel laat is. En ik dan die dag daarna weer heel vroeg op moet voor de IMA's. Dus dat heeft geen zin. En voor de listening party van het nieuwe album van DNCA. Dus ik zie DNCA gewoon twee keer. Super leuk. En ja.
Ik heb er onwijs veel zin in. Morgen is de eerste dag van de MTV Music Week. Dus dat is super leuk. Dus dat zien jullie in de vlog van morgen. Ik ben nog steeds wel gewend, omdat ik natuurlijk hiervoor een weekvlog maak. Om ook te zeggen, ja, dus te zeggen van, oh, dat zien jullie dan. Dus wat ik zo meteen ga doen is even eten. Dan douchen en dan dit boek lezen en een koffietje drinken. En weer gewoon gezellig chillen als gisteravond. En ja, dus ik zie jullie zo weer. Hallo, ik ben nu aan het facetimen. Met, zeg eens hoi. Met Ientje. En, maar wat ik altijd wel even, wat ik trouwens wil vertellen. Ik heb natuurlijk dit boek. En als je daar aan snift, dan ruikt het gewoon nog helemaal nieuw. Het is echt een heel mooi boek. Ik vind de foto's vind ik ook heel erg mooi. Kijk deze bijvoorbeeld. Dit vind ik echt een mooie foto. Sorry. Maar ik ga nu even de vlog bewerken. Dat ga ik nu doen. En FaceTime met Ian. Ian, besef dat wij nu met naar ieder festival gewoon, of naar ieder feestje samen gaan. Ja, leuk, hè. Heb je er in wat verwacht? In wat voor feest heb je nou het allermeeste zin in? Gewoon de IMA's zelf. Ik heb zin in de IMA's, in die DNCA ding. Mm-hmm. En voor de rest heb ik ook zin in die morgen dat feestje. Ja, ik ook. Maar tot hoe laat blijven we? Ik heb tegen mijn moeder gezegd dat we om 12 uur alweer thuis zijn. Ik ga denk ik om 11 uur al. Ik ga om 11 uur wil ik alweer in de metro zitten eigenlijk. Ja, ik ook. Dan zijn we er gewoon even 3 uurtjes of zo. En dan. Want mijn laatste bus gaat ook om 23:35. Ja. Maar dat bespreken we nog even via app of zo. Want dit is niet vlogmateriaal genoeg. Dus doei. Als je kan zien, lig ik in bed. Ik heb trouwens hier achter nu lampjes hangen, of hangen, liggen. Ik vind het wel een beetje, cute uitzien. Maar het is nu, wat? 11 uur. En ik ga zo lekker slapen. Morgen is het allereerste MTV feestje. En daar heb ik super veel zin in, de opening. Super tof wordt dat natuurlijk. En morgen zie ik ook weer Lois. Dus vanaf morgen komen de MTV Music Week vlogs eraan. En dat wordt super leuk. Dus. Ja, laat even weten in de comments wat jullie favoriete MTV programma is op dit moment. En ja, ik ga nog even een stukje lezen in dat boek. Van Masha, Happy Love Life. Ik vind het onwijs mooie foto's geworden, maar dat had ik al gezegd. En daar is de vlog nog aan het bewerken. En ik zit ook even te denken wat ik morgen aan ga doen. Maar dat zoek ik morgen wel uit. Want morgen begin ik pas om 2:30. En daarna ga ik even naar de stad ofzo. Moet ik even kijken. Even ergens wat lunchen. In mijn eentje. En, maar dat vind ik altijd wel fijn. Om gewoon lekker in... met mezelf even lekker rustig te lunchen. En ik weet nog niet waar, maar dat zie ik wel. Het is wel in Rotterdam, dus dat wordt leuk. Ik ga lekker slapen. Morgen is het allereerst MTV feestje dus. En daar komen heel veel artiesten. En dan zie ik jullie morgen weer. Dus tot morgen. Bye!